Welkom bij een nieuwe kookvideo van Roos en Floor. Vandaag ga ik voor jullie maken zoetpittige balletjes met wokgroenten en rijst. Daar zit in 2 kopjes rijst. Ik heb basmati rijst gebruikt. Limoen, sriracha saus, ik ga zo vertellen wat dat is. Honing, vegaballetjes, knoflook en wokgroenten. Wat handig is om in huis te hebben is olie, welke olie dan ook, olijfolie, arachideolie, is allemaal goed. En peper en zout. Ik heb alvast het sausje gemaakt, het zoetpittige sausje. Wat ik al zei, daar zit sriracha saus in. Dat is een Thaise chili saus, best wel pittig. Ik heb gekozen voor deze saus. Ik vind dat zelf heel lekker. Als alternatief zou je bijvoorbeeld chili saus kunnen gebruiken. In het receptje voor het sausje zit dus de sriracha saus, honing en limoen, de ras van de limoen en de sap van de limoen. Wat ik heb gedaan, ik heb een paar eetlepels sriracha gebruikt, ongeveer 4. Ook 4 lepels honing, want hij is dus best wel pittig. En een halve limoen met de ras en de saus. Het ziet er dan zo uit. Dus dat is het sausje. Ik ga nu wokken. Ik doe de pan heel even hier, want hij rookt een beetje. Doe ik olie in de pan. Zo. En dan begin ik met het aanfruiten van mijn knoflook. Dan zet ik eerst de pan even terug en wat zachter. Zo. En dit gerecht is voor 2 personen. Knoflook bak je heel kort, zodat de smaken een beetje vrijkomen. Zo, ik doe de groenten erbij. Ik heb een zakje Thaise wokgroenten gebruikt. Die zou eigenlijk vandaag weggegooid worden. Ze kregen ook extra korting op. Dus daarom heb ik die ook zeker gepakt. Als het zonde. En ik eet het vandaag. Zo. Even kort wokken. Zo. Zoals ik al zei, gebruik ik bij dit gerecht vegaballetjes. Je hebt heel veel verschillende soorten. Je kan bijvoorbeeld ook groenteballetjes. Dat heet dan net weer anders. Verschillende merken. Ik heb deze bij de Deen gekocht. Het zijn gewoon vegaballetjes. De kozij kun je ook bijvoorbeeld kip gehakt gebruiken. Of runder gehakt. Of varkens gehakt. Maar ik heb dus vegaballetjes. Ik heb ze al licht aangebraden. Ze zijn natuurlijk al gaar. Dus een beetje warm worden. Een beetje bruin. Dat heb ik dus al gedaan. En gewoon in de olie gebakken. Nou, ik kan een beetje peper en zout aan toevoegen. Ik gebruik niet veel peper, want ik gebruik natuurlijk wel een aantal pittige producten. De rijst heb ik van tevoren al gekookt. Basmati rijst, gewoon volgens de verpakking. En aangezien het voor 2 personen is, hebben we 2 kopjes gebruikt. Zo kan je dat goed afmeten. Ik denk dat ik wel klaar ben, dus ik zet mijn pan uit. Dan ga ik opscheppen. Dit is dus de rijst. Deze lepel. Ik schep nu wel voor 1 persoon op. Zo. Hoe je mag. Het is maar net hoeveel rijst je natuurlijk wilt. En de groentjes.
Zo. En dan de balletjes. Doe je natuurlijk het sausje erbij. Wat je wil, je kan het ook de balletjes bakken met het sausje, de groenten bakken met het sausje of zelfs de rijst er even doorheen roeren. Of je kan het er gewoon ernaast doen. Dus dit is mijn gerecht. En ik hoop dat het smaakt. Eet smakelijk.